Dat heb ik ook niet allemaal genomen. Hallo, ik ben Rares. Ik ben Jessie. En ik ben Katie. En wij gaan verslag maken van de optocht in Heikneutersland. Sensation Wildland Anthem. Mannen, net even anders. Los met de stoelwolkers. Klappen met die handjes. Ben je al vaak op Prins Carnaval geweest? Ja, dit is mijn vijfde jaar. En heb je wel eens in de raad gezeten? Nee, ik heb nog nooit in de raad gezeten. Ik heb wel altijd met optochten meegedaan. Maar in de raad heb ik nog nooit geweest. Ik ben meteen prins mogen worden. Hoe lang doet u dit al? Dit is mijn vijfde jaar als prins. Wat vindt u zo leuk aan carnaval? Gewoon de vrijheid. Gewoon lekker dansen en hossen en zingen en bla bla bla. Komt allemaal niet zo nauw. En ja, dat is het. Gezellig. 50 glazen vullen met nog meer alcohol. Waarom zitten jullie in de raad? Nou, eigenlijk dacht ik aan de eerste keer, ik zou het niet willen. Maar de tweede keer, toen we hoorden dat Maud prinses was, toen ja, die zou ik kijken. Nou, omdat ik carnaval altijd een hele leuke dag, dagen vond. En ik vond het leuk om ook echt een prinses te zijn. Mij leek het wel leuk om op de wagen te staan en ik vind carnaval een heel leuk feest. Hoe vaak hebben jullie ook carnaval gevierd? Ik denk vanaf de vijfde, dus nou 6 jaar. Ja, toen ik klaar was, ja, nog niet echt. Maar toen ik in groep 1 zeg maar zat, deed ik al wel mee met feest vieren. Ja, ik ook al een paar jaar, 6 jaar denk ik. Ik zit nu voor het tweede jaar in de raad. Dankjewel dat ik jullie mocht interviewen. Waarom vinden jullie carnaval zo leuk? Gewoon met vrienden zijn en feest vieren en leuke muziek. Ja, optochten kijken en ja, gewoon gezelligheid. Ja, vooral de gezelligheid. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Maakt dan niet veel uit. Ja, een beetje hetzelfde. Gewoon 5 dagen lang feesten en met vrienden zijn is kei leuk. Ja, lekker hossen, naar de carnavalswagens kijken en de optocht. Heel gezellig. Ja, en hoe vaak hebben jullie al naar de optocht gekeken van carnaval? Ik denk dat we al vanaf jongs af aan, zeg maar, vanaf hoe oud waren. Ja, altijd al. Eigenlijk altijd al inderdaad. Ja, en denken jullie dat er mooie wagens komen? Unicode verwachten er heel veel van, dus ja, we zijn benieuwd. Ja, benieuwd. Ja, ik denk niet dat er zoveel grote zijn of zo, maar wel leuk. Ja, ik ben er net langs gelopen, stonden wel leuke wagens tussen. Ja, er stonden leuke wagens tussen. Ja, ik heb wel een paar gezien die er goed uitzagen. Ja, wat ik net heb gezien inderdaad, zag er allemaal prima uit. Dankjewel dat ik jullie mocht interviewen. Een rondje, gezellig. 50 glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes lekker vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Was er bedankt voor het kijken naar deze reportage. Bye, man. Bye. Afterschool Radio. Leren samen doen.